Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar basisstof 2.7, ongewenst kinderloos. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat wanneer je besluit kinderen te krijgen, dat het gewoon lukt. Helaas is dat niet in alle gevallen zo. Als stellen eenmaal hebben besloten om zwanger te worden, kan het vaak niet snel genoeg gaan. Je hoopt dat je allebei vruchtbaar bent en dat er snel een baby komt. Na een jaar proberen is 80% van de vrouwen zwanger. Van de overige 20% wordt uiteindelijk het grootste deel ook zwanger. 5% blijft ongewenst kinderloos. In deze video kijken we welke behandelingen er zijn om zwanger te worden wanneer het niet vanzelf gaat. We kijken hoe kunstmatige inseminatie, IVF en ICSI werkt. In onze maatschappij zijn we gewend alles te regelen zoals het ons het beste uitkomt. Zo stellen we bijvoorbeeld eerst een tijd lang de kinderwens uit, totdat we eraan toe zijn. Tot die tijd worden anticonceptiemiddelen gebruikt om zwangerschap te voorkomen. Doordat dit zo gewoon is, lijkt het of we zelf kunnen bepalen wanneer we een kind krijgen. Als je stopt met anticonceptie, dan verwacht je binnen enkele maanden zwanger te zijn. Helaas pakt het soms anders uit en dat is op zich al een teleurstelling. Je merkt dan dat je niet zelf de regie hebt over je lichaam. Elke maand is er weer de hoop dat het nu toch zal lukken en je begint de ovulatiedatum in de gaten te houden, want dat is het moment dat je vruchtbaar bent. En elke maand opnieuw moet je de teleurstelling zien te verwerken omdat het weer niet is gelukt. Na ongeveer een jaar onbeschermd vrijen zonder resultaat gaan veel paren naar de huisarts, de eerste stap in het medisch circuit. De huisarts verwijst in veel gevallen door naar de gynaecoloog. Die doet verschillende onderzoeken. In 1/3 van de gevallen ligt de oorzaak bij de vrouw, in 1/3 van de gevallen bij de man en in de laatste 1/3 is geen directe oorzaak aan te wijzen. Voor alle drie de opties zijn verschillende behandelingsmethoden mogelijk om te proberen toch een bevruchting plaats te laten vinden. Ligt het probleem bij de man, doordat er te weinig spermacellen in het sperma aanwezig zijn, dan kan er gekozen worden voor kunstmatige inseminatie. Dan worden de eerste zaadcellen van de man verzameld en dan direct in de baarmoeder ingebracht. De kans dat een van deze zaadcellen vervolgens de eileider bereikt en een rijpe eicel bevrucht, is dan aanzienlijk hoger. Deze methode kan ook worden gebruikt wanneer de baarmoedermond niet gepasseerd kan worden. Ligt het probleem bij de vrouw? Doordat de eileiders niet goed werken of ondoorlaatbaar zijn, dan kan er gekozen worden voor in vitro fertilisatie. In vitro betekent in glas. Fertilisatie betekent bevruchting. Er wordt dus een bevruchting in glas, dus in het laboratorium, tot stand gebracht. De eicel wordt samen met gezonde spermacellen in een petrischaaltje gebracht. Eén van de spermacellen zal dan uiteindelijk de eicel bevruchten. De bevruchte eicel wordt vervolgens in de baarmoeder geplaatst. Om een rijpe eicel te kunnen oogsten, is een operatie nodig. Daarom is het belangrijk dat de arts zeker weet dat er rijpe eicellen zijn. Voorafgaand aan de operatie moet de vrouw dan hoge dosissen hormonen slikken. Er rijpt dan niet één, maar meerdere eicellen die allemaal weggehaald worden tijdens de ingreep. Er worden dan ook meerdere eicellen bevrucht. Uiteindelijk worden dan één of twee bevruchte eicellen teruggeplaatst. De rest van de bevruchte eicellen worden bij zeer lage temperatuur bewaard voor een eventueel tweede of derde kindje. Slaagt een eerder IVF-behandeling niet, er worden geen eicellen bevrucht of er zijn te weinig gezonde spermacellen die krachtig genoeg bewegen, dan kan er als laatste redmiddel nog gekozen worden voor een intracytoplasmatische sperma-injectie, een ICSI. In dit geval wordt de eicel niet op een natuurlijke manier bevrucht, maar wordt er een spermacel direct in de eicel gebracht. In Nederland is er een leeftijdsgrens voor het starten van een vruchtbaarheidsbehandeling. Wanneer een vrouw 42 jaar of ouder is, wordt ze niet meer behandeld. Mocht een vrouw na deze leeftijd toch behandeld willen worden, dan zal ze in het buitenland, waar de leeftijdsgrens wat minder streng is, een arts moeten zoeken. Zoals deze Indiase vrouw die op 72-jarige leeftijd zwanger werd door IVF. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!